Vrijdag 16 oktober werd er stilgestaan bij het feit dat het bruggetje tussen zorgcentra Symfonie en het Weijerpark terug is van weg geweest. De cliëntenraad en bewoners van Symfonie zijn hier ontzettend blij mee. Dit bruggetje heeft in het verleden al vele jaren zijn functie bewezen, met name als veilige weg voor kinderen uit de omgeving om naar school te gaan. Na overname door Mooiland is het bruggetje toen om begrijpelijke redenen afgesloten. Er is toen echter geen alternatief gekomen. Na het in gebruik nemen van het prachtige gebouw van zorgcentra Symfonie met het daarbij aansluitende mooi en functioneel Weijerpark, werd het gemis van het bruggetje steeds groter. Voornamelijk voor de minder valide bewoners van Symfonie die met het bruggetje direct het park in en uit zouden kunnen. Bewoners van Symfonie hadden daarom nadrukkelijk gevraagd aan de cliëntenraad van Symfonie om zich ervoor in te zetten dat het bruggetje weer verplaatst zou worden. De cliëntenraad heeft dan ook indringend en vasthoudend bij de gemeente Boksmeer en Mooiland aangeklopt om het bruggetje alsnog terug te krijgen.